Maar we gaan nog even naar het huis van Hop en van Lian. We gaan even de trap op naar boven. Dan gaan we naar rechts en dan ligt hier een pokeball. En deze pokeball wil je pakken, want in deze pokeball zit namelijk... Yo, Rikachu Army, yo, bazen en bazinnen. We zijn bijna aan het einde gekomen van de Pokémon Sword and Shield serie. Althans, we zijn bijna bij het officiële einde. Misschien kunnen we nog wel meer dingen gaan verzinnen die we kunnen doen. Maar ja, we zijn er bijna. Zit je nog niet in de Rikachu Army en wil je ook in de Rikachu Army? Druk even op die abonneerknop hier beneden. Is gewoon gratis. Kan je gewoon even doen. En dan gaan we snel kijken of we Hoppy kunnen verslaan. Ik heb Sirfetch'd even als eerste in mijn team gezet. Want ik denk dat Hoppy gewoon weer gaat beginnen met een normal type Pokémon. Hop vraagt of we er klaar voor zijn voor de ultieme battle met mijn rivaal. Let's do this. Ik ben benieuwd, Hop. Tot nu toe heb ik jou dat makkelijk kunnen verslaan. Ik ben benieuwd hoe sterk je nu bent geworden. Ik verwacht veel van je, jongen, want Zamazenta zit nu in jouw team. Dus dat is wel dik epic. We beginnen weer met een Dudwool, zoals ik al dacht inderdaad. Hij zegt, let's do it, Rick. Hou je niet in. Oh, snap. Zijn Dudwool is even een paar leveltjes hoger dan mijn Sirfetch. Zijn Dudwool is level freaking 69. Jongens, als al zijn Pokémon zoveel leveltjes hoger zijn, dan zou dit nog best wel eens een probleempje kunnen worden. Maar Dudwool is geen probleempje, want we hebben een critical hitje met Sirfetch'd. En bam, zo slopen we de Dudwool van Hoppy. De vraag van de dag, jongens, is wie is jouw favoriete legendary Pokémon of mythical Pokémon ooit? Want we hebben nu natuurlijk Eternatus en Zacian allebei in ons team. Iemand zei trouwens, je mag niet twee legendaries in je team hebben. En toen dacht ik van, maar is toch mijn playthrough? Ik bepaal toch wat ik ga doen. Dus ja, sorry, ik heb gewoon twee legendaries in mijn team. Anyway, die van mij zijn denk ik Mew en Celebi. Die vind ik nog steeds het allerleukst. Vooral die film waarin Celebi speelt, die is echt top. Die moet je echt even kijken. Dus ik ben benieuwd, wie zijn jouw favoriete legendary Pokémon? Laten we even switchen naar Toxtricity. Go, 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 Toxtricity. Jij mag het even gaan doen tegen Corviknight. Oh jee, Hoppy zegt, ik wilde beter worden dan Lee, maar dat is niet gelukt. En ik weet niet echt wat nu op dit moment mijn doel is. Kom op, jongen. Niet zo onzeker. Corviknight is trouwens ook gewoon level 69, hè. En ik denk dat Corviknight wel snel is. Oh, nee, ik ben sneller. Nice, mijn Toxtricity is sneller. En, oh, mijn one-shot. Ook even Corviknight. Hoppakeetje. Lekker hoor. Eternatus, Toxtricity en Rillaboom. Alle drie een level 10 omhoog. En Eternatus wil een nieuw move leren. Oeh, Cosmic Power. Eens even kijken wat dat is. Het is een psychic move. Ja, daarmee boost hij zijn defense en zijn special defense. Kan wel nice zijn hoor. Ja, ik laat het toch even hierbij. Nee, die move gaan we niet leren. Nu, Snorlax. Ja, dan gaan we weer terug naar Sirfetch'd. Fighting type Pokémon tegen een normal type Pokémon. Dat is wel jammer van Hopsen. Team dat hij best wel standaard types heeft tot nu toe, met best wel behoorlijke weaknesses. Ik ben benieuwd. Brick Break. Sowieso zijn we sneller. Gaan we weer een critical hit doen? Nee, we doen geen critical hit. Hij is level 68. Hij doet Hammer Arm. Ah! Ja hoor. De eerste keer dat Hop mij daadwerkelijk kan raken. Hij heeft mij 50 HP damage gedaan. Ja, Snorlax gaat er ook aan, jongens. Dit is het einde van Snorlax. Dit is al het einde van zijn derde Pokémon, jongens. Het gaat wel hard. We hebben zijn halve team al uitgeschakeld. Lekker bezig. En nu stuurt Hop een Inteleon eruit. Ja, dan weten we ook wel wat we daar tegen moeten doen. Daar hebben we natuurlijk Rillaboom voor. Mijn starter Grookey is helemaal geëvalueerd naar dit, naar deze bazen Rillaboom. Oh, weten jullie nog het begin van dit avontuur toen we begonnen met Grookey? Man, wat is de tijd snel gegaan, hè? Nu hebben we gewoon de game al bijna uitgespeeld. Oké, we gaan voor Drum Beating. Oh, hij doet Ice Beam. Oh, oké, lekker Hop. Lekker. Dat gaat mij heel veel pijn doen. Ik heb 3 HP over. Het was een critical hitje. Oef, bijna mijn Rillaboom gesloopt, jongens. Pakken we hem? Ja, we pakken hem in één keer. Level 70 Inteleon. Dit scheelde echt niet veel. 3 HP over. Maar goed, weet je. Mijn Rillaboom is gewoon een basie. Eerlijk is eerlijk. Surfers gaat nu een leveltje omhoog. Nu, Pinchurchin. En dan switch ik even naar Colossal. Die we ook al bijna vanaf het begin van ons avontuur in ons team hebben. Ja, en Hop die voelt zich toch wel in het nauw gedreven hoor. Hij heeft gewoon nog steeds een Pinchurchin bij zich. Dit is wel echt heel grappig. Dat had ik toch niet verwacht hoor. Dat hij deze Pokémon in zijn team zou houden gewoon. Ja, blijkbaar is het toch best wel een goede Pokémon. Oeh, Liquidation. Oh, snap. Ja, daar gaat mijn Colossal. Oké, ik overleef het nog net. Maar hij gaat strakjes mijn Colossal wel slopen, denk ik. Laat ik Heat Crash eens even proberen. Dus even kijken hoeveel damage ik daarmee doe. Want ik denk dat ik best wel veel zwaarder ben dan Pinchurchin. Oh, we slopen hem wel. Want hij doet nu Liquidation. Nu ben ik down, maar hij is ook down. Ah, maar dit is wel zonde. Goed gedaan, Colossal. Man, dit is jammer. Ik had toch die andere move moeten gebruiken 2 keer. Dan hadden we het gered. Oké, volgens mij zijn we...
we aangekomen bij de laatste twee Pokémon. Gaan we er gewoon een epische battle van maken? Zacian tegen Zamazenta? Oh snap, daar gaan we. Daar is die Zacian. Hij zegt, ik ben benieuwd wie de winnaar wordt. Ik heb een heel vreemd gevoel. Voel jij het ook, Rikachu? Ja, zal ik maar gewoon ja zeggen. Ik voel hem niet echt, maar oké. Okay. Hij zegt, lach voor huil wat je wil. Dit is het einde. Oh, maar dit is wel epic hoor. Dit is echt heel tof. Ik vind dat ook zo'n toffe Pokémon. Kijk dat schild, jongen. Zamazenta is gewoon toffer dan Zacian. Vind ik wel. Ik vind officieel Zamazenta toffer dan Zacian. Ja, maar ik ben wel bang. Ik ben bang dat hij mij gaat slopen. Oké, ik overleef het. Ik overleef letterlijk één klap. Als hij dit nog een keer doet, dan ben ik dus de Sjaak. Dan ga ik het niet redden. Oeh, en hij overleeft mijn klap ook. Als hij nu geen Behemoth Bash doet, dan overleef ik het. Hij doet een full restore. Ja, dan overleef ik het sowieso. Maar dan overleeft hij het ook. Lekker bezig, Hoppie. Come on, Sacred Sword. Freaking Zamazenta is wel sneller dan Zacian. Dat had ik niet van... Oh, ik ga dood. Ik ga dood. Nee. Hij gaat me slopen. Ah, mijn Zacian gaat gewoon kapot hier zo door Zamazenta. Wat een gek. Nu maar hopen dat de flamethrower van Eternatus sneller is dan de move van Zamazenta. Maar volgens mij is deze Zamazenta super snel. Ja, Psychic Fangs doet hij nu. Ik denk dat ik die wel overleef. Ja, oké, die overleef ik net. Nu kan ik één klappie doen. Één flamethrower gooien. En gaan we hem slopen. Ja, we slopen Zamazenta. Hoppa. Hoppie. Lekker bezig, Eternatus. En zo verslaan we Hop voor de zomer. Zoveelste keer zijn wij blij. Heeft Hoppie toch ja weer een beetje hoofdpijn. En hij zegt, dankzij jou en Lee blijf ik sterker worden. Ik weet dat dit gaat gebeuren. Ja, Hop. Ooit ga je me misschien een keer verslaan. Maar ja, het zou ook gek zijn als iemand de Pokémon kampioen zomaar kan verslaan, hè? Hop zegt ook, je bent erg sterk. Ja, dit is wel echt de kampioen. Maar nu ik deze keer verslagen ben, voelt het een beetje anders of zo. Ik mag er wel verloren hebben, maar ik voel me nog steeds heel goed. Weet je wat, Rikachu? Ik denk dat ik mijn eigen droom heb gevonden. Oh, nice! Ik wil iemand zijn die Pokémon kan helpen, waar ze ook zijn. Ik wil een Pokémon professor worden. Wat vet, Hop. Ja, ik vind dit vet. Dit past ook wel goed bij Hop. Want Hop is iemand die inderdaad altijd iedereen maar wil helpen. En dat is ook wel een beetje wat een Pokémon professor doet. Ik denk dat ik langs alle stadions ga om daar de Pokémon te helpen. De Pokémon die geen controle meer hadden. Die gedynamaxed waren. Tegen hun zin in. Ik weet nog niet genoeg over Pokémon. En ik heb ook niet echt veel ervaring voor dit soort dingen. Maar ik ga studeren. En ik ga superveel leren. En ooit op een dag, dan ben ik de professor Rick. Zo'n professor die jij en Sonja... Ja, nou ja, waar jullie trots op zouden zijn. Ik ben nu ook al trots op je, Hop. Ik neem een ander pad dan jij en Lee, maar ik denk nog altijd dat jij mijn enige echte rivaal bent. En inderdaad, Hoppie, jij bent mijn rivaal. Jij bent mijn mattie. Jij bent mijn grootste vriend. Ja hoor. Sonja zegt, ah, dit was niet eerlijk. Jullie waren zo jong en zo schattig. En ik moet ervan huilen. Hop die zegt, nou, je wordt wel een beetje een zacht gekookt eitje, Sonja. Met dat je nu moet gaan huilen. Ik ben nog steeds jong en energievol, zegt Sonja. Oh, nice! Sonja vraagt gewoon aan Hop of Hop haar assistent wil worden in het lab. Dat is awesome. Ik heb superveel boeken en data over Pokémon. Dus dat is wel handig als je Pokémon professor wil worden. Ja, dit is heel leuk. En Hop zegt, dat gaan we doen. Nu wordt hij wel onzeker, vraagt hij zich af van. Ja, maar ben ik wel in staat om jou te helpen? Potverdorie, Hop. Natuurlijk, man. Niet zo onzeker doen. En we krijgen Hop's zeldzame leekkaartje ook nog even erbij. Oh, huh? Zijn hun er ook weer? Wat de hel doen jullie hier, jongens? Pierce is er ook bij en Leon is er ook bij. En Swordward zegt, nou, dat was een hele mooie battle. En, oh, Gilbert zegt dat we zelfs ze hard hebben geraakt. Nou, Gilbert, Hop vraagt zich ook af, wat doen Pierce en Lee hier eigenlijk? Oh, Sonja die vraagt het ook echt. Swordward zegt, nou, je hoeft geen stemming te gaan maken, klein mevrouwtje. We zijn hier gekomen om de meester Rikachu te ontmoeten. Wat? Wat is er met jullie aan de hand? Oh, kijk, Pierce zegt, nou, ze hebben nog geen moment gehad waarop ze openlijk hun excuses konden maken. Komen jullie excuses maken, vrienden? Leon heeft in ieder geval op ze gelet. En inderdaad, ze stammen toch echt af van de originele koning van Galar. Oké. Leon zegt, nou, jullie hebben echt onwijs veel beleefd sinds ik vast zat in Rose Tower. Ik probeerde daar de rommel op te ruimen die Chairman Rose had gecreëerd. En Hop zegt, nou, je hebt geen idee. Deze twee, die hebben allerlei Pokémon laten dynamaxen die daar geen zin in hadden. En Swordward zegt nu, en daarvan hebben we echt heel veel spijt. En bieden we nu onze excuses aan. Nou, oké. Dat vind ik dan wel weer netjes. Zal ik jullie vanaf nu dan maar geen stelletje weirdo's meer noemen? Hoewel ik nog steeds vind dat jullie echt heel raar haar hebben. Sorry.
Schubert zegt, we dachten alleen maar aan onszelf en niet aan de Pokémon die we pijn deden. We hebben echt een onwijs groot probleem veroorzaakt. Meester Rikachu, je hebt ons geholpen terwijl wij zelfs die verschrikkelijke dingen deden. Dus jij bent de troon waardig. Wat? Vinden jullie dat ik koning mag worden van Galar of zo? Of wat? En Sonja zegt, ik heb het jullie al gezegd. Zacian en Zamazenta, dat zijn de echte koningen. Swordward is het er nog steeds niet mee eens. Kijk, hij is weer boos, jongens. En Swordward zegt dat ook echt. Je hebt geen gelijk. Wij hebben de titel overgedragen aan Rikachu. Dus Rikachu is de echte koning en er is geen andere koning dan Rikachu. Oké. Schubert vindt dat we het haar hebben van een bekendheid van een celebrity. Oh man. Swordward zegt, we moeten er nu echt vandoor. Ze houden gewoon nu een tour waarop ze tegen iedereen sorry gaan zeggen. Oké. Ga maar lekker verder met je tour dan, jongens. Toedeledokie, tot ooit. En Piers zegt, ga er niet in je eentje vandoor. Ja, Piers die houdt wel even een oogje in het zeil, zo te zien. Leon roept Hop nog even bij zich. En die zegt van, ik heb je Pokémon Battle gezien tegen de kampioen Rikachu. Je bent zeker wel even sterk geworden. Je bent zelfs al zo goed dat ik bijna mijn Charizard eruit stuurde. Om even mee te doen met die battle. Het lijkt erop dat je je eigen pad voor je leven hebt gevonden. En als je oudere broer, nee als je rivaal, heb jij mijn volle steun. Dit was alles wat Hop nodig heeft volgens mij. Ja hoor, kijk hem. Leon. Sonja zegt, Hoppie. Leon was wel lyrisch over je. En misschien stond je met een bek vol tanden waarop Hop zegt, nee, echt niet hoor, echt niet. Sonja die gaat er lekker vandoor en Hop die gaat denk ik mee, want Hop is nu de assistent van Sonja. Ja hoor, en ik ren ook gezellig met ze mee. En dan lijkt het officiële einde. Ja, the end. Nu is het dan echt zover. Dit is echt het einde van het verhaal in Pokémon Sword and Shield. Ja, en als we dan doorgaan, worden we nog even gebeld op onze Rotom-telefoon. Of is dit de Rotom-telefoon zelf die tegen me praat? Er wordt in ieder geval gezegd, er zijn nog superveel Pokémon die je kan battelen en die je kan vangen. De Battle Tower in Winden is ook open. Daar zijn superveel sterke trainers. En daag ze maar uit als je durft. Dus eigenlijk is de volgende stap naar Winden om daar de Battle Tower te gaan bezoeken. Maar, één ding. Ik weet niet of jullie dit weten. Een aantal van jullie weten dit wel. Want een aantal van jullie hebben dit ook in de comments gezet. Maar we gaan nog even naar het huis van Hop en van Leon. We gaan even de trap op naar boven. Dan gaan we naar rechts. En dan ligt hier een Pokéball. En deze Pokéball wil je pakken. Want in deze Pokéball zit namelijk een Charmander. En er zit ook nog even een briefje aan de Pokéball. En daarop staat, als je dit leest, Rikachu, dan laat ik hier deze speciale Charmander achter voor jou. Laten we binnenkort weer een hele goede battle hebben. Hoppa, we hebben een Charmander. Daar is die hoor. Charmander. Super cool. Wel leuk dat Charmander in de game zit. Dat vind ik echt cool. Dus ja, als je Pokémon kampioen bent geworden, ga nog eventjes naar dit huisje. Want er ligt gewoon een kerstverse Charmander op je te wachten. En wat je nu eigenlijk wil gaan doen, is keihard naar de Wild Area. Om daar te battelen en nieuwe Pokémon te vangen. Want als je nu in de Wild Area bent, dan kan je lekker op je fietsie stappen. En alle Pokémon die je nu hier tegenkomt, zijn gewoon allemaal level 60. Dus dat is een super goede manier om even je Pokémon te gaan trainen. Kijk, hier hebben we een Hawlucha. Dat is zo'n vette Pokémon, jongens. Hawlucha is echt dik. En zoals je ziet is inderdaad Hawlucha level 60. Die kan je gewoon gelijk proberen te vangen met een quickball. Even kijken of het lukt. Dat werkt altijd tijdens de eerste beurt. Dan heb je een grote kans dat je de Pokémon gewoon gaat vangen in een quickball. Gaan we hem ook vangen? We hebben hem gevangen. Nice. Dus dit is ook nog even een pro tip. Gebruik je quickballs. Colossal gaat gelijk een leveltje omhoog. En die wil burn up leren. Dat is een super sterke aanval. Maar hierna is deze Pokémon geen fire type meer. Ja. Ik weet niet of ik dat wil. Het is wel echt een hele sterke aanval. Misschien heb ik de verkeerde de keuze gemaakt. Ja, en ik vind nog steeds dat dit er echt super mooi uitziet, die Wild Area. Ik vind het echt heel leuk om hier lekker rond te rijden. We kunnen natuurlijk ook Max Raids gaan doen. We zien daar een Max Raid. Dat betekent dat daar een super sterke Pokémon is. Laten we die nog even meepakken. Dat lijkt me een mooi einde van deze video. Wacht even. Deze wil ik ook wel. Dit is een Ferroseed. Dit is een hele nuttige Pokémon in competitive. Excuses, geen Ferroseed natuurlijk. Een Ferrothorn, Ferroseed. Zit hiervoor in de evolutie chain. Laat ik die ook even proberen te pakken met een quickball. Kom maar hoor. 1, 2, 3. Ja, gaat het ook lukken? Super nice. Ja, dit gaat lekker zo. Maar ik was onderweg daar naartoe, jongens. Yes. Belangrijk om te weten is dat als jij zo'n battle gaat doen, dat je wel even internet aanzet in dit scherm. Dat doe je door op kruisje te drukken. Dan ga je met het internet verbinden, want anders battle je dus alleen en dan... Ja, dit is wel een beetje anticlimax, want op dit account heb ik dus geen Nintendo Online.
Oké, laten we toch maar even kijken welke Pokémon het is. Oké, misschien dat dit wel gaat lukken. Oké, je kan dit dus niet met andere echte trainers doen. Dit zijn dus gewoon NPC's die mij gewoon waarschijnlijk wat random dingen gaan doen. Ik ga in ieder geval even Dynamax met Surfage. Laten we deze Tevil even pakken. Oh, die Quick Attack van Eevee deed echt meer damage dan ik zou verwachten. En ook deze Flamethrower gaat wel lekker. Oké, hij gebruikt Max Darkness. Op, Snorlaxie. Snorlaxie overleeft dat. Lekker bezig. Ben ik nou echt zo langzaam met Surfage? Oké, daar gaan we jongens. Max Knuckle op zijn bakkes. Oké, kon meer damage doen. Maar is oké, denk ik. Ondertussen heeft Thievul zijn schildje. Dat betekent dat we nu 5 keer moeten raken voordat we echt weer flink damage gaan doen. Eevee doet ondertussen Helping Hand. Ja, daar hebben we niet zo heel veel aan hoor. Ik had liever dat je gewoon de Thievul had aangevallen eigenlijk. Thievul gaat weer voor Max Darkness, nu op mij. Oké, en dat is helemaal dikke prima. Ondertussen doet hij Snarl en dat deed wel aardig pijn. Alleen Eevee heeft dat ontweken en ondertussen zijn Salazzle en Snorlax bijna down. Ja, dat is niet chill, want als er meerdere Pokémon down gaan, dat betekent dat het einde van de battle is. Dus dat moeten we niet hebben, jongens. We gaan op zich wel lekker nu. We gaan het of net wel, of net niet redden, denk ik. Oké, we doen er gewoon extra damage, omdat nu de barrier down is. Snorlax moet even rechargen. Ik ben benieuwd of we dit gaan redden. Eevee doet een quick attack. Oh, we hebben nog één klapje nodig. Ja, Fire Lash. Ja hoor, lekker. We hebben Tevil verslagen. En dan mogen we hem nu gaan vangen, jongens. Het beste om te gebruiken in deze raids zijn eigenlijk Dusk Balls en Repeat Balls. Maar die heb ik volgens mij allebei niet. Dus dat is lekker. Nou, dan ga ik maar gewoon een Ultra Ball proberen. Is niet de allerbeste bal die je kan gebruiken hiervoor. Maar goed, weet je, laten we hem proberen te vangen. Ik ben heel benieuwd of we hem gaan vangen. Ah, Tevil. Een Repeat Ball is trouwens alleen goed als je die Pokémon al een keer eerder gevangen hebt natuurlijk. We hebben 1. We hebben 2 tikken. Hier hebben we misschien tikkie nummer 3. Jazeker. Hebben we tikkie nummer 4 ook dat we hem hebben gevangen? Dat hebben we nog gevangen. Yes hoor. Hoppakee. En wat heel erg nice is aan deze battles, is dat je hier experience candies van krijgt. En met die experience candies kan je je Pokémon heel snel levelen. Dus dat is echt nice. Dat is het wel echt waard om te doen. Ja, en dit was dus de laatste aflevering van de storyline van Pokémon Sword and Shield. Je zag net al dat ik op dit account geen Nintendo Online heb, maar ik heb op mijn eigen persoonlijke account ook lekker Pokémon Sword and Shield gespeeld. En de volgende video die we eventueel gaan opnemen, ga ik met dat account opnemen, zodat ik ook gewoon online dingen kan doen in Pokémon Sword and Shield. Jongens, het was een fantastisch avontuur. De serie is super, super goed bekeken. En als jij nog ideeën hebt voor een nieuwe serie of leuke dingen in Pokémon Sword and Shield, laat het weten hieronder in de comments. Doe even een blauw duimpje omhoog. Abonneer op dit kanaal voor meer Nintendo en Pokémon video's. En wil je mijn live zien gamen? Volg me op twitch.tv/Rickachu. Dan zie ik je daar of gewoon bij de volgende video. Mazzel!